Ik. Kijk hoe Humberto Tan zijn werk heeft gedaan. Goedenavond, hier zijn we weer met Danny Late Night Show. En vanavond gaan we het hebben op de Very Important Brabant Dag met twee gasten, Bianca en Jolanda. En het gaat over relatieproblemen. En. Sorry. En. Dankjewel. Kut! Je weet bijvoorbeeld, we zijn nog niet. Sorry. En de dames voelen zich niet begrepen. Bianca, vertel eens even over, je voelt je niet begrepen en in welke zin voel je je niet begrepen thuis? Ja, ik heb het gewoon hartstikke druk met mijn werk. En dan kom ik thuis en dan wil ik ook gewoon lekker met de voetjes omhoog. En dan moet ik eigenlijk nog gaan koken en afwassen en dat soort dingen. En ik vind eigenlijk wel dat ook gewoon in overleg en samen kan. Ja, de man komt thuis, gaat lekker op de bank zitten. Verwacht dat het eten klaar wordt gemaakt. En, en jij mag dat allemaal doen. En het is avond en het is klaar. Dus, ja. En bij jou, Jolanda? Ja, eigenlijk hetzelfde verhaal. Niet vooruit te branden, die man. Niet. Het is wel erg als hij daar zit. Ja, en heb je het daar thuis ook over gehad? Praat je erover? Geef je een hint van, zul je niet een keer de aardappels op het vuur gaan zetten? Of kom jij een keer eerder thuis vanavond? En, als je niet zo'n prater hebt, dan is dat een beetje lastig, hè? Ja. Ja, van alles geprobeerd, maar ja, dan knallen de ruzie, dan vliegen de pannen door de kamer. Ja, dan is het, dan is het erg lastig. Ja. Maar ja, zo'n dag als Very Important Brabant maakt het dan voor de vrouw dat, wel. Dat maakt het voor. Ja, en heb jij dat gewonnen of heeft hij dat voor jou gewonnen? Nou, daar heeft hij dan heel goed voor mij gewonnen. Kijk, dat is dan toch weer het attente erin en dat hij jou daarmee verrast, dat het enigszins de pijn verlicht. Wat je intiem voelt van, doe eens wat meer voor mij. En, maar goed, hij zit er nou vandaag zelf ook bij. Dus hij heeft jouw verhaal aangehoord. Dus ik ga ervan uit. Misschien dat het de relatie verbetert. Ja. Ja? Nog aanvullingen? Nog iets te melden? Nee, sluiten we daar. Dan hopen we dat jullie vandaag nog een hele leuke dag hebben. Dat gaat goed. En dat allebei jullie mannen deze talkshow zien. En iets doen met jullie gevoel. En dat we hier volgend jaar weer zitten. En dat je dan zegt van, het gaat thuis top. Ja? Dat gaan we proberen. Mooi. Dan dank ik jullie hartelijk voor jullie aanwezigheid. En dan sluiten we af met deze show. Dank je wel.